Meneer Reawaru, u bent een bepaalde belangenbehartiger. Kan u dat nog eens even uitleggen hoe dat precies in elkaar zit? Nou, ik ben belangenbehartiger voor de knielamnese. Ik ben voorzitter van Maluku voor Maluku. Maar ik ben ook ambassadeur van Nationaal Comité Veteranendag, afdeling Witte Anjeperkes. En wat houdt het in? Ja, wat houdt het in? Mijn ambassadeurschap houdt in voor Nationaal Comité Veteranendag is dat ik bij gemeentes het verzoek indien of de gemeentes willen nadenken om een zogenaamde Witte Anjeperkje aan te leggen in hun gemeente. En een Witte Anjeperkje is een grote teken van waardering en respect naar alle veteranen toe in Nederland en in de gemeente Almelo bijvoorbeeld. En ik heb ook een verzoek gedaan dat hier in gemeente Almelo ook een Witte Anjeperkje mag gaan komen. Juist. En misschien kan meneer de wethouder daar iets meer over zeggen. Ja. Dank u wel. Ja, het verzoek van de heer Reawaru is bij ons binnengekomen. En we zijn aan het kijken of we daaraan tegemoet kunnen komen. Omdat we het idee heel erg sympathiek vinden. Dat je op deze manier alle veteranen die in alle oorlogen hebben gevochten, dat je op die manier kan herdenken. En we hebben een aantal plekken die we nader onderzoeken. En ik hoop dat we ergens in de loop van dit jaar een Witte Anjeperk in de gemeente Almelo kunnen realiseren.